Hallo mensen en welkom bij deze nieuwe video. Yay! Yes. Ik moet even kiezen welke funko ik ga laten zien, want ik heb hier veel liggen. I don't know. Ik doe ze wel gewoon allemaal in deze video. Het is een beetje de van alles en nog wat video, want het zijn vier compleet verschillende funko's. Maar het leek me wel leuk om weer een keer random pops in één video te laten zien. Niet dingen die bij elkaar horen of zo. Ik begin gewoon met degene die het langst in mijn huis ligt. Het is een artiest. Ja, mijn eerste artiesten funko pop. Ik zag deze en ik vond, ik ben best wel een fan van jou. Ik heb je een keer real life gezien bij een concert. En ja, mijn pony die denkt, ik ga niet meewerken vandaag. Zoals altijd. Voordat ik ga laten zien welke het is, ga ik even zeggen welke artiesten funko mij echt geweldig lijken om uit te laten brengen. Die voor One Direction. Weet je wel, omdat ze nu 10 jaar bestaan, weet je wel, 10 jaar One Direction, 10 jaar gewoon nieuwe, ik bedoel gewoon funko pops van One Direction. Leuk idee, ik vind het wel. Ik hoop het, nog steeds. Desnoods alle members los van elkaar, dat je Harry Styles hebt, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne en Zayn Malik. Ook al zit Zayn er officieel eigenlijk niet in, maar hij zat erbij. Dat lijkt me best wel tof eigenlijk, want je hebt ook BTS en je hebt Prince, Michael Jackson. Die groep. We hebben zelfs de Backstreet Boys, maar geen One Direction. I'm sad. Maar nou, we gewoon een andere artiest waar ik ook fan van ben. Shawn Mendes! Ja! Ik zag hem staan en ik wist dat hij uitkwam en ik dacht, ik doe het gewoon, want hij is echt vet leuk. Nou, de achterkant is ook super tof. Dat is een foto van een album van hem. Super leuk. Ik heb het album niet, maar hè, Spotify. Ik ga hem uithalen. Ik ben echt benieuwd. Hij heeft een gitaar vast en tattoos en oh my god. Mijn eerste artiest. Ik wil eigenlijk ook kijken of ik die van BTS kan vinden. Want ik luister best wel veel BTS de laatste tijd. Daar heb ik gewoon zin in. Lekker Koreaanse popmuziek. Oh yeah. Dus dan ga ik daar ook gewoon kijken. Dat ging makkelijk. Oh, hij is fancy. Ah, ik zie nu pas dat hij een plek erin past heeft. Look at him. Oh my god. Nou, zoals jullie kunnen zien, hij heeft echt een super coole tattoo. En ja, tattoos. En zijn gitaar is ook echt super fancy. Nou, hij heeft eigenlijk gewoon een simpele kledingstuk aan. Gewoon een broek, schoenen en een shirt. Nou, nog een tattoo. Zijn haar zit ook goed, plek erin in zijn hand. Ik moet wel toch even, het is wel lastig om te zien tot het Shawn Mendes is. Maar je moet het maar gewoon even weten. I'm happy. Hij is awesome. Zo awesome. En hij blijft staan, dus dat is ook wel heel erg fijn. En dan gaan we door naar de volgende. Omdat ik mijn verjaardag niet zo lekker heb kunnen vieren. Nou ja, eigenlijk voor mijn vrienden totaal niet. Heeft een vriendin van mij gedacht, laat ik lief zijn voor Natas en ik koop een funko voor de verjaardag. Ze heeft het best gedaan om de stickertjes eraf te krijgen, want hij komt bij de Primark vandaan. En ja, de stickers zitten hem overal. En het maakt niet uit, want het is gewoon een leuke common pop. Het is van Game of Thrones. She knows I love that. Want toen ik dat zat te kijken, heb ik haar aangespoord het ook te kijken. En toen ging ze het ook kijken. En ze was gewoon eerder klaar ermee dan ik. Ja. Ik weet niet hoe, maar ze gingen zo snel erheen. Maar het is Lord Ferris. Ja, nou, je kan wel zien dat er een sticker op zat. Maar dat maakt niet uit. Die had ik nog niet. Ik ben heel blij. En op de achterkant ga ik even voorlezen wie er allemaal in zitten. We hebben Beric Dondarrion. Yara Greyjoy, Bran Stark, Lord Ferris, The Children of the Forest en Gendry. Van deze heb ik alleen Gendry. En nu ook Lord Ferris. Ah! Oh, ik weet niet of jullie die hoorden, maar mijn elleboog zijn knaak. Oh, dat was echt haar. Oké. Okay. Maar hoe dan ook, ik vond het echt super lief. Natas, ik heb een cadeautje voor je, omdat je je verjaardag niet goed hebt kunnen vieren. Ik van, oh, dat is zo lief. Nou, de boxstemmetje zit vooral aan de onderkant, maar dat maakt niet uit. Ze bedoelt het lief. En hij is wel echt fancy. Dit is nog een kale Funko! Hij is wel echt heel leuk. Jullie kunnen ook gewoon zien dat hij gewoon echt goed kaal is en de details op zijn voorhoofd zijn leuk gedaan. Want die ook wat ouder. Nee, niet echt oud, maar gewoon iets ouder.
Zijn ja, gewaad kledingstuk is ook heel gaaf. Die kleur hebben ze mooi bedacht. En ook met dat groenige kleur tot het mooi naar voren komt. Ja, een mooie riempje eromheen. Fancy schoenen. Ja, hij is kaal. Meer kan ik niet zeggen. Ik ben er heel blij mee. En hij kan gewoon mooi mijn collectie weer aanvullen van Game of Thrones. Want die loopt nu een beetje vast. Maar niet uit. En hij blijft staan, dus dat is ook altijd fijn. Oké. Diezelfde vriendin zei Natas. Ik heb hier een hele hoop Funko's in een winkel gevonden. Zie je een leuke ertussen? Ik van, stuur een foto. Nou ja, die had ze al gestuurd. En toen zag ze er een. Nou ja, ik zag er een tussen zitten die ik wel heel graag wilde hebben. Het is er een van Harry Potter. Normaal zijn ze best wel nog, dit is van de nieuwste wave. En die zijn nog wel een beetje prijzig, vind ik. En daar vond ik hem minder duur dan wat ik zie. Dus ik dacht, dan doen we die. Harry Potter met de onzichtbaarheidscape. Ik weet niet zo goed hoe ik het in Engels zeg. Hij is wel echt super cool. Nou, in deze set hebben we Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Dumbledore, Neville Longbottom en Draco Malfoy. Nou, ze hebben eigenlijk allemaal iets in de hand. Harry heeft dus de cape. Hermione doet, oh my god, in Leviosa. Ron kotst de slakken uit. Dumbledore heeft baby Harry vast. Neville heeft dat boek vast, weet je wel, dat monsterboek. En Draco, nou, die heb ik zelf. En die heeft dat rare spinding op zijn oog. Dus dat is wel heel leuk om bij te vullen. En ik moet eerlijk toegeven, dit is mijn eerste Harry pop van Harry Potter. Ik heb wel een Harry Mystery Mini. En een pop socket. Socket? Socket pop? Ik weet niet hoe je het uitspreekt, zo'n ding. En dit is mijn eerste Funko. Nee, ik vind het wel echt super tof dat mijn vrienden gewoon elke keer, net als ik zie Funko's en ze sturen foto's, moet ik iets voor je nemen. Ik vind het echt super leuk. Doen er best wel veel gewoon. Ik van, oh, that's so sweet. Oh, look at him. Hij is wel echt super leuk. Ik bedoel, kijk die bril dan. En die cape. En zijn pyjama. Oh my god, dat is echt zo cute. Ik vind het ook leuk dat hij gewoon op zijn blote voetjes staat en zo. En ja, hij is echt leuk. En ook dat je gewoon die bliksemschicht straks op zijn hoofd kan zien. Het is echt gewoon super leuk. Ik ben echt heel erg blij met deze. Echt super tof. Dankjewel voor het zeggen. Echt. Ik ben echt heel blij. Hij past mooi bij de collectie. En dan heb ik eindelijk mijn eerste Harry Potter pop. Als in Harry Potter himself. Yay. Tot slot hebben we eentje. Die is echt zo gaaf. Ik ben echt blij dat ik die heb. My dad. En dit is er een van Pokémon. Ja, eindelijk. Mijn derde Funko Pop van Pokémon. Want ik moet wel toegeven, die van Pokémon vind ik erg duur blijven. Nou ja, duur. Veel geld. Want op Funko blijven ze meestal rond die €23 hangen. En dat vind ik best wel veel van Comic Pop. Ik snap dat ze gedeeld zijn en dat het lastig is en blablabla. Net als die van Avatar. Maar toch, dat laat mij minder snel het kopen. Maar ja, toen kwam er een andere website en daar waren ze wel gewoon oké. Het is Mewtwo. Oh my god, hij is zo awesome! We hebben in deze set Pietje, Bulbix, Mewtwo en Mr. Mime. Ik kan niet wachten tot er een Snorlax komt, want Snorlax is naast Eevee mijn favorite Pokémon. En qua legendary Pokémons vind ik Entei heel gaaf. Wie nog meer? Ja, ze zijn allemaal leuk. En van de nieuwste vind ik Wooloo cute. Wooloo! Ik ga hem eruit halen. Nee, al die Funko's van Pokémon, ik vind ze echt super gaaf. Maar ik heb dus ook gezien dat je dus een 18-inch Pikachu kan kopen. Ik van, damn. That's big. Dit is wel Pika. Oh, hij heeft een behoorlijk voetje. Maar hij is ook echt huge gewoon. Oh my god. Ik ga hem erop zetten. I mean... Oh my freaking god. Look at it. Look at it. Hij is zo gaaf. Kijk er nou naar. Hij is echt gewoon perfect. Die kleuren zijn perfect. Hoe hij eruit ziet is perfect. De verhoudingen kloppen perfect. Hij is gewoon perfect. Ik kan er niks anders van maken. Hij kan alleen zijn hoofd niet draaien natuurlijk. Want hij heeft dat slangetje in van zijn rug naar zijn hoofd. Dus daardoor kan hij niet draaien. Maar dat is helemaal geen punt. Ik bedoel, hij staat er perfect voor.
De details, alles. Ik kan er niks van maken, jongens. Hij is zo mooi. Oh my god, ik ben echt heel blij. Mwah. Die mag bij mijn Pokémon Funko Snippeke 3. Hij is ook gewoon groter dan een regular Funko. Wow, dat ga ik laten zien. Met Harry. Hier is Mewtwo. Hier is Harry. Hij is echt een stuk groter. Maar dat klopt ook wel. Mewtwo is in het echt ook groter dan een mens. Ongeveer. De waarden. Ik ben wel echt benieuwd naar alle waarden. Want het zijn gewoon echt hele random pops waarvan ik echt gewoon niet kan gokken. Dus we beginnen met Lord Ferris. Ja, ja. Haar mond. Een waarde van 6 euro. Had ik ook wel een beetje verwacht, want het is natuurlijk een common pop. No problems. Shawn Mendes. Met een waarde van 21 euro. Nice. Dat is wel awesome. Hij stond ook in mijn wishlist, dus ik wilde hem al hebben. Maar 21 euro vind ik wel een mooi prijs hoor. Awesome. Harry. Ik denk zomaar dat er nog geen waarde van is, want hij is nog net uit. Ja, klopt. Waarde is nog niet bekend. Maar dat maakt niet uit. Want die van Draco Malfoy was ook niet bekend toen. Volgens mij. Tot slot, Mewtwo. Daar ben ik ook wel benieuwd naar of de waarde daarvan bekend is. Hij is bekend. En het is best wel triest. Voor mijn Funko. Voor mijn Pokémon. Ik vind het sowieso wel apart. Het is 9 euro waard. Ik wilde hem sowieso hebben. Maar ik vind sowieso die Funko's van Pokémon. Qua waarde vrij laag liggen. Maar ze zijn wel gewild. Dus dat volg ik niet helemaal. Oh, ik zit nu verder te scrollen, want je kan natuurlijk dan naar beneden kijken en welke er nog meer zijn. Die van Vulpix 10 inch. 7 euro waard. Als je dan weer kijkt naar de Mewtwo 10 inch, die is 72 euro waard. Dus dat is best wel een hoop. 247 pops. God. Dit zijn er zoveel. I freaking love it. Oh my god. Dank jullie wel weer voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer. Ik ben weer heel blij. Echt waar. Ik. Ja, blij. Happy. Oké, doei.